En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig. In de middag tot in de vooravond kunnen er matige tot plaatselijke zware onweersbuien vallen, mogelijk gepaard gaand met sterke windstoten, zowel in het kustgebied als in delen van het binnenland. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er kans is op lokaal matige tot zware onweersbuien, vergezeld van sterke windstoten in het kustgebied en delen van het binnenland.